De energietransitie gaat de komende jaren veel overlast veroorzaken, omdat het stroomnet moet worden aangepakt, zegt Liander. In de gemeente Lingewaard alleen al moet bijvoorbeeld 1 op de 3 wegen worden opengebroken voor nieuwe bekabeling. De gemeente heeft daarom een overeenkomst met Liander gesloten om de overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. We zijn al volle bak aan de slag hier. Dit is een onderdeel van een grote puzzel die we hier in de regio aan het doen zijn. Bij Bemmel aan de Heuvelse Straat is Liander begonnen met de bouw van een nieuw onderstation. Het is een van de vele projecten om extra capaciteit te krijgen op het stroomnet. Dat alsmaar voller raakt door zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, maar ook steeds meer bedrijventerreinen. Ja, die vragen energie. Door de bouw van dit station, maar ook de kabels die we door Bemmel en door Gent en door Doornenburg leggen, zullen we wel wat meer lucht gaan krijgen op dit station en ook wat meer klanten aan kunnen gaan sluiten. Maar alle problemen zijn daarmee zeker niet opgelost. Van de 62 grootgebruikers die op de wachtlijst staan, kunnen er maar 15 worden aangesloten. De rest moet dus wachten. Totdat we meer capaciteit hebben vanuit Tennet en vanuit onze eigen netinfrastructuur. We slaan als netbeheerder en gemeente de handen ineen en we gaan dat doen wat we kunnen om zo snel mogelijk vooruit te komen. Eigenlijk zijn we dus te laat. Nou, te laat is, weet je, dat is lastig om dat zo te zeggen. Het is een enorme opgave om het stroomnet aan te pakken. En dat zal dus overlast geven. 1 op de 3 straten in de wijken moet open. Er komen steeds meer transformatorhuisjes bij. Om al die klanten en ook de mensen thuis te voorzien van de gevraagde spanning. Dat is echt niet altijd leuk voor mensen, dat snap ik ook. En we maken een mooie overeenkomst met Liander, zodat we dat ook op een goede manier doen. Dat we niet in één keer een hele wijk afsluiten of dat we zorgen dat mensen niet meer bij huis kunnen komen of bij de winkel of zo. Maar weet wel, als we niks doen, dan hebben mensen er op termijn nog veel meer last van.